Oké, goedemorgen guys. Welkom terug op mijn kanaal. Ik ben hier bij Queen Fans en hier staat Vanessa Grootvam. En Vanessa heeft een kapsalon die zich focust op natural hair, toch? Ja, natural. Alle haar type, maar natural. Maar natural hier het meest. En ze heeft ook haar eigen haarproducten. Dus vandaag gaat ze me een beetje vertellen erover. En ze gaat dan ook haar eigen producten gebruiken op mijn haar. Hallo, goedemorgen. Mijn naam is Vanessa Grootvam. Zoals Mills al heeft aangegeven, gaan we nu een haarbehandeling doen. Een maskerbehandeling. Dat houdt in dat we met onze gember shampoo gaan werken en met onze uienmasker. En ik ga, terwijl ik bezig ben, dan gaan we een beetje praten over het haar. Hoe vaak ze de haar was, hoe je je haar moet behandelen, ook bij het uitkammen. Zodat je precies weet hoe je met je eigen natural haar om kan gaan. Oké, poppetje. Nu gaan we naar de waswachtmeester. Kammen we het haar eerst. En als het echt compact zit, maar het zit niet zo compact, dus dan kan ik het wassen. Oké. Voordat we wassen, masseren we het haar eerst. De bovenhuid eerst. En dan komt ons aan de hand. Dit is speciaal voor de bloedsomloop. Lekker. Oké, het water is een beetje koud. Waarom? Wij wassen hier niet met warm water. Waarom? Omdat ik samenwerk met een dermatoloog, dat is Shabayu, en hij heeft ons uitgelegd dat warm water niet goed is voor het haar. Omdat niet alleen het haar uitdroogt, maar ook je hoofdhuid. En de groei van je haar is afhankelijk van de conditie van de hoofdhuid. Je laat je talenklier en zweetklier sneller werken dan normaal, dus je beschadigt dat ook. Dat is de reden, ja. Dus helemaal geen warm water? Nee, wij gebruiken helemaal geen warm water. Het is gewoon dat we het haar echt goed wassen. Je moet gewoon tijd nemen om het haar te wassen, maar wat is warm water? We wassen het met warm water omdat we denken dat we sneller klaar kunnen zijn met water. Ja, omdat ze beweren dan dat die haarklepjes open gaan als je warm water gaat. Nee, wanneer we al wassen, gaat het als niet zo open. Want de schubben open gaan, hè? Yes. Nee, je schubben mogen eigenlijk niet eens open gaan. Je moet gewoon alle vuil weghalen. Oh, dat moet je wel, hè? Ja. En nu is het onze gemberje. Sulfaatvrij hoor. Waarom is sulfaatvrij zo belangrijk? Omdat sulfaat het haar enorm droogt. Sulfaat is gewoon een middel waarmee we vetpotten ontstoppen. En de mensen van de jaren 80, laten we het zo noemen, hadden toen nog geen streek ontdekt en al die dingen daar. Maar ze wilden hun haar graag in een bol. Ja. Namen ze gris. En plakten ze het voor hun haar om het dan plat te krijgen en een mooie bol te maken. Maar ze hadden dan geen mild, ze hadden alleen maar mild dingen om het haar uit te wassen. Want natuurlijk met mild kan je zulke zware, vettige producten niet uit het haar krijgen. Ja. Hebben ze dan sulfaat gebruikt. Daarom vroeger wassen mensen haar niet vaak. Het was één keer in de drie maanden. Omdat de sulfaat heel agressief was en de opperhuid kan erdoor verdund worden. En de moleculen daarvan zijn klein genoeg om opgenomen te worden door je huid. Waardoor je haarzakjes verbonden met je bloedvaten en zo gaan de chemische stoffen dan ook naar binnen. En het kan dan ook je hormoonsysteem in de war schoppen. Maar stel eens je gebruik. Ook nog steeds. Die haarvet wordt meestal heel doos verminderd. Ja. Dan stel je, je gebruikt nu nog haarvet. Ja. Dan, en toch hoef je geen sulfaatvrije shampoo? Nee, want waarom? Omdat je niet, kijk, haarvet mag je zetten, maar je moet niet veel zetten. Ons hoofd heeft elasticiteit nodig. En ons eigen lichaam produceert zijn eigen talg. Maar doordat doordat we elke keer wassen, weet je, wat je hoeft, hoe droog je haar. En dan ga je dan haarvet gebruiken. Wij koken onze
samenstelling die we hebben om het haar vet te maken helemaal uit voordat we onze ingrediënten zetten. Onze grondstoffen. Kijk, als het bijvoorbeeld zo vaat is, dan zou het nu al heel erg schuimen. Ze hebben wel een andere naam. Dat is heel erg mild. Mm-hmm. Want het is niet omdat het zo vaak vrij is, heeft het geen chemische samenstelling erin. Het heeft, maar op een cosmetische basis dat je huid aan kan. Want anders, als ik gewoon water nu zou zetten om de haar te wassen, zou niks weggaan. Snap je? Dus je moet schuimkracht hebben. Oh. En niet met je nagels wassen natuurlijk, hè? Met de vingers stoppen. Nee, dat doe ik niet. Oké. Hoeveel keer shampooeer je je haar? Ik? Uh-huh. 1 keer. Oké. Okay. Nee, wij doen het 2 keer. Waarom 2 keer? Mm-hmm. Eerste keer is om het grove vuil weg te halen, de dode huidcellen, alles dat is gaan plakken aan de hoofdhuid. Mm-hmm. En de tweede keer? Wat zei je? En de tweede keer? En de tweede keer is om de restjes nog weg te halen. Mm. De rest staan die is achtergebleven, toch? Mm. En daarom zie je dat ik elke beweging maak met mijn vinger. Ik ga nu op de voorhoofd, twee kanten. Achterkant zo dat je. En elke keer maak ik één kleine stap om naar boven te komen. Zodat ik overal kan wassen, want je kan missen. En wanneer je zo kan wassen, dan masseer je terwijl je bezig bent. Wanneer masseer je het gewoon in. Vaak was het haar niet goed, waardoor restjes blijven en de haarzakjes dan verstopt raken. Heel erg verstopt raken, hoor. Ik was mijn haar niet zo, dus ik denk dat ik er niet goed was. Dus ik denk, wanneer we haar analyse gaan doen, gaan we wel zien. En terwijl ik aan uitspoel, was ik toch nog door, masseer ik toch nog door in geval ik ergens gemist heb. Zoals je ziet, het staat helemaal schoon, de hoofdhuid. En dan nu gaan we dan een haarmasker van de uien. Moet je bij elk wasbeurt een masker doen? Nee, je kan soms gewoon op een olie doen, een proteïnebehandeling met aloe vera. Je kan gewoon ook een wasbeurt doen. Je kan een standaard shampoo conditioner. Ja, nee. Wanneer je een wortelbehandeling doet, is alles puur, want alles hier puur geblenderd en gezet op de hoofdhuid. Hier in de cellen? Ja, hier in de cellen. Wel daar. Ja. En wanneer daarom hebben wij ook onze planten. Hier staan nog mensen planten voor mij, maar aloe vera is echt groot, omdat we daar ook heel veel mee doen. Dit doe ik per sessies, deel ik het, wanneer ik het inbreng. Soms heb ik wel de neiging om zo te doen, als ik alles wil losgooien, wanneer het compact zit. Ja. Dan doe ik het zo, zodat alles losgegooid kan worden en ik me precies beter kan maken. Kan ik mijn passie beter maken, want je trekt ook niet aan het haar.
Goed, gaan we dan van tweede punten beginnen. Met de masker? Ja, ik kan het even nu eerst uit. Mm-hmm. Ik heb een masker erin natuurlijk. En sommige mensen vragen waarom zo'n kleine kam? Het maakt niet uit de size van de kam. Mm-hmm. Het moet gewoon goed gekamd worden. Vaak hebben we haast en dan willen we echt gaan trekken aan het haar. Maar dat is helemaal niet goed, anders knee je haar je breedje af. Dus in feite, als je haast hebt, moet je helemaal niet. Nee, helemaal niet. Als ik ook voor geen tijd heb, mm-hmm. hier, probeer ik ook niet aan de klant hun haar te gaan. Dan desnoods maak ik een andere afspraak. Mm-hmm. Of ik vraag mijn personeel dan om even over te nemen van me. Okay. Omdat ik het toch belangrijk vind, ja, dat je sieraad, het is hoe jij ermee omgaat, zo gaat het haar zich ook gedragen, natuurlijk. Als je geen aandacht bij je haar hebt, dan ga je natuurlijk achteruit. Meestal als je geen, als je even een drukke periode hebt, mm-hmm. en dan zet je vast of lichte of wave, mm-hmm. en sommige mensen vinden dat vast of lichte en wave je haar laat groeien, mm-hmm. en anderen vinden dat het juist je haar afbreekt. Oké. Haar vallen met de wave breek je haar werkelijk. Mm. Vooral als we het strak zetten. Okay. Het laat je haar niet groeien. Haar groeit niet van buitenkant uit. Je haar groeit van binnenkant uit. Je voeding en de stabiliteit van je gezondheid speelt een groot belangrijke rol voor de groei van je haar. Van buiten, als ik nu ga trekken aan je haar. Weet je hoeveel draden ik nu los zit te trekken van je haarzakje? Dan terwijl ik kan, voel je dat ik kan? Nee. Oké. Okay. En daarom hou ik persoonlijk niet van weven van ze weg. Heel vroeger deed ik het wel, dat moet ik ook aangeven. Ik was al 30.000 voor de overheid. Voor weven van ze weg, voor de tienermoeder, een beetje een drop-outs. Maar ik leer ze ook. Ik zeg, hoe doen ze? Let erop. Niet wanneer iemand nu weven heeft losgemaakt, dan ga je gelijk weer verder voor die persoon. Anders, je vermoeide hoofdhuid, de haarzakje, je beschadigt alles. En dan gaan mensen dan niet meer mee willen komen, want we maken achteruit. Dus je hebt ook geen probleem. En als je ook ziet wat het met de haarlijn van voren doet, is heel erg. Wanneer ze het lijmen bedoelen? Nee, ook wanneer ze het gewoon vlechten. Niet dat ieder draden zijn hetzelfde. En niet dat ieder haarzakje zijn hetzelfde. Als je haarzakje zwak is, kan het haar sneller naar buiten komen dan iemand die misschien een stevige, een stabiele gezondheid heeft. Haarzakjes zijn goed, bloedsomloop is goed. Waardoor die persoon dan zegt, ja, maar kijk hoeveel keer ik al wees. Mm-hmm. Bij de tiende keer ga je het wel merken. Mm-hmm. Snap je? Maar vroeger deden ze het meer door voren te vlechten. Mm-hmm. Maar nu zit het een soort lijm. Ja. Is dat ook schadelijk? Helemaal schadelijk, want ik verstop de haarzakjes. Mm-hmm. Is net als je haarzakjes open, zeer goed hier op een gat zijn en ik zou moeten vegen, mm-hmm. gaat er vuil erin. Wanneer er vuil erin is gegaan, dan merk je niet eens meer dat er een gat daar is. Snap je? Mm-hmm. Zo is het ook met het haar. Oké, als je lijm het verstopt, mm-hmm. wanneer mensen gewoon vlechten, mm-hmm. meestal fase vlechten, mm-hmm. of die nieuwe haarstijl die nu in zijn, gebruiken ze een wax. Ja. Dat is dus ook. Ja, een gel ook. Alles dat compact zit en het kan niet opgenomen worden door de huid, mm-hmm. gaat het daar zitten toch? En dan gaat het dan verstoppen. Want die wax is wel bekend. Ja, heel erg. En het spreekt mensen haar enorm. Is er een manier om bijvoorbeeld vaseplichten te zetten zonder om je haar te beschermen? Kijk, één keer tot twee keer in een jaar heb ik tegen mijn vroeger mochten mijn klanten helemaal niet. Mm-hmm. Maar ik denk van oké, okay, weet je wat, ze willen een beetje met de mode meegaan. Mm-hmm. Dan hebben ze één keer tot twee keer in een jaar. Dat is niet erg, snap je? Maar voor nu, voor een klant, twee klanten heb ik zelf gedaan. Mm-hmm. Of mijn personeel of ik. Maar helemaal niet strak. Helemaal niet strak. Zo, en wij komen als het juist strak, dan blijft het langer. Nee, we denken dat het langer blijft. Zo beschadigen we ook de haarzakje langer. Want om het haar weer, kijk, de levensduur van het haar is 2 tot 6 jaar.
Per dag mag hij 40 tot 100 haargranden afvallen. Laat ik het haar, trek ik het haar eerder uit de haarzakje voor de tijd. Wat denk je dat er gebeurt? Er is op dat moment geen groeiproces waar. Dus je haarzakje gaat dicht. Waardoor je later zichtbare pannen plekken gaat krijgen. Laat zeggen, ik zet geen weef en ik zet geen valse vlechten. Hoe moet ik mijn haar door de week stelen? Want haarbandjes zijn ook strak. Helemaal eens. Haarpennetjes zijn zeker niet goed. Haarpennetjes, niet dat het niet goed is, mag niet op je hoofd uit. Haarpennetjes mogen niet op je hoofd uit? Nee. Want dan drukt het toch? Ja. Maar oh ja, daarom krijg je hoofdpijn. Ja, ja. Maar, hoofdpijn. Ja, maar haarpennetjes niet slecht. Wat zou ik dan kunnen doen met mijn haar? Vlechtjes? Je zou vlechtjes kunnen maken. Zo, je zag van, ik wil een keer... Spijken, hitte aan het haar, is niet erg als zodanig, tussen haakjes hoor. Als zodanig, want ik spijk ook niet te veel voor mijn klanten. Maar als je een keer uit zou gaan, je wil anders eruit zien, mag je een keer spijken. Het is niet erg. Maar als je me zou zeggen, tangen haalt de vochtigheidsgraden uit het haar. Dus en, spijken is niet zo glad als tangen? Nee, ja. Spijken is niet zo glad als tangen. De spijker is niet zo'n grote boosdoener. Je moet het wel niet continu doen. Mm-hmm. Want iets dat je vaker doet, kan dan schade aan gericht worden. Mm-hmm. Maar bij tangen wordt er snel schade gebracht eraan. Omdat tangen de vochtigheidsgraden uit het haar weghaalt. Het brandt de zwavelbruggen. En je merg wordt dan beschadigd. Je merg is de stevigste laag van het haar. Die bepaalt dan de rekbaarheid. Je buitenste laag is een sterk keratine laag. Snap je? Mm-hmm. Daarom zegt men, je moet erop letten. Je moet niet eten omdat je moet eten. Je moet eten omdat het voor voeding voor dat haar moet zijn. Dus kijk wat je eet. Let erop wat je eet. Dus eten is in dit geval ook heel belangrijk. Eten is meer dan belangrijk. Het is meer dan belangrijk. Meer dan alles wat van binnenkant. In één haarzakje zit een aantal cellen. En cellen maakt dat je haar hebt. En als die cellen dan niet gevoed worden, zoals het gevoed moet worden, dan komt het haar niet goed naar buiten. Dan komt het haar als ziek naar buiten. Dus als iemand zegt, ik heb last van haaruitval, kan het echt van alles zijn? Kan het van alles zijn. Je voeding, wij letten dan op wij letten op je HB, je B12, je schildklier, waarop ze zouden kunnen letten wanneer ze eten. Mm-hmm. Vitamine B11, vitamine B6. Ik heb deze weer haaranalyse, dus die ga je dan helemaal uitgebreid krijgen wanneer je haaranalyse gaat doen. Mm-hmm. Maar als ik niet, ik eet niet elke dag vruchten. Mm-hmm. Kan ik dan bijvoorbeeld een supplement? Ik ben niet voorstander daarvan. Van die ja. Mm-hmm, dat je supplement. Mm-hmm. Kijk, ik zeg altijd, ik kom niet op de stoel van de arts zitten. Als de arts je heeft voorgeschreven of hij wil je een spuitje, ik wil dat wel zeggen, het is heel erg laag. Mm-hmm. Dan zeg ik van, oké, je hebt dan geen andere keus. Maar als jij gewoon uit jezelf gaat kopen en je weet niet eens als het laag is of hoog is, mm-hmm. dan gebruik je... Je gaat gewoon, je neemt gewoon... Want je hebt tabletten toch? Ja. Haartabletten daar. Ja. Maar het is gewoon, kijk, de bedrijven weten wat de consument nodig hebben. Je weet niet wat voor andere bijwerkingen die dingen hebben. En dan krijg je haar zo'n snelle boost. Dus die cellen daar. En wanneer je stopt ermee, dan wordt je haarzakje weer zwak, want je haarzakje was gewend met een boost. Begrijp je? Mm-hmm. Terwijl als je geleidelijk, want je eigen lichaam heeft zijn vitamine. Maar je moet het gewoon aansterken door vitamine te gebruiken. Want als je dat niet doet en je drinkt alleen, je eet alleen junkfood of wat dan ook. Alleen Mackie. Dan is dat helemaal niet goed. Snap je? Zoals je ziet zit hier iets vast. Hè? Wij zouden het bijvoorbeeld zo doen. Maar mag helemaal niet. Wat doe ik? Ik maak het zo los. Kijk, ja. Heb je het zien?
En ook van mijn spullen hoe ik ze heb gemaakt. Want men kan zeggen, ja, maar je bent toch geen chemisch analist en zo. Ik heb chemisch analisten betaald. Hoe lang ben je? Erg lang. Ik moest zoveel bedjes weggooien, want dit ging niet goed. En ik ben echt puntjes op de i. Kwam, als ik iets aan je geef, moet mijn hart gerust zijn. Ik moet weten van wat ik voor jou gebruik, gebruik ik ook voor mezelf. Snap je? En het gaat niet om geld maken, maar het gaat om de klant tevreden te stellen. En ook zien dat het haar van de klant enorm mooi zit, goed groeit. Je weet, heb ik chemische analisten betaald. Boy, ik moest zoveel bedjes weggooien. Dan dit ging niet goed, dan dat ging niet goed. Huilen, slapeloze nachten. Want ik stress en toen wou ik het opgeven. Maar toen dat ik opgeef, is geen jaloezie. Vanessa, je moet tot het uiterste gaan. De bindmiddel bijvoorbeeld wordt niet van hieruit, vanuit Amerika haal ik het. Want we hebben geen bindmiddel hier. Mensen mixen producten om een product te krijgen. Dat deed ik heel vroeger. Mm-hmm. Want ik wilde een product en ik dacht, oké, zo. Want ik zag, zo mag men het. Maar ik zei, want ik breek alle vitamine weg. Ik maak een hele andere samenstelling. Is het wel goed voor de huid? Is het goed voor het haar? Mm-hmm. En toen zei ik van, nee, ik wil anders zijn. Ik heb nooit weef gedaan, maar vast op lucht natuurlijk van. Oké. Zolang ik denk van ook om haar even rusten. Dat ik vast. Dan rust je haar niet hoor. Je rust niet. Je moet zeggen, jij rust. Maar ja, rust. Je haar is niet gewend met zo'n gewicht. Mm-hmm. En plotseling moet je haarzakje wennen met zo'n gewicht. Dus je rust het niet. Het is net als een plantje, elke keer ik wil het eigenlijk uittrekken. Mm-hmm. En het is zo zwaar, dus elke keer schud ik het een beetje. Elke keer, wat denk je dat er gebeurt? Water gaat zwakker worden. Waardoor, als ik het na de zesde keer ga wegtrekken, het gewoon normaal eruit kan. En nu gaan we dan gewoon een kap zetten. Zodat je dan kan stoppen. Vandaag je shampoo en een masker gebruiken. Ja. Uit hoeveel producten bestaat je haar? Ja. Je kan zeggen 6, want kopen ze weer ook. Shampoo, haarmasker, leave-in, haarvet, olie en kokosolie. Maar wil je meer dingen in de toekomst? Ja, we zijn al bezig. Oh, okay. Ja. Thank you.